Afgelopen maandag werden in een café in de Nijmeegse wijk Malvert twee lijken aangetroffen. De politie start onmiddellijk een uitgebreid onderzoek. Politiewoordvoerder Frank de Valk heeft de laatste stand van zaken. Het onderzoek is in volle omvang bezig. We hebben gelukkig al heel snel kunnen melden dat wij twee verdachten hebben aangehouden. Dat waren een 36-jarige Nijmegenaar en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beide personen zitten vast en worden verdacht van doodslag, CQ moord, op de twee slachtoffers die wij dus eergisteren hebben aangetroffen en waarvan wij gisteren inmiddels ook de identiteit van hebben bekendgemaakt. Dus het onderzoek is nog in volle gang en de komende dagen hebben we nog alle tijd nodig om een hele hoop antwoorden te vinden op de vragen die wij nog hebben. En hopen zo snel mogelijk te kunnen melden dat we voldoende bewijs hebben verzameld om te kunnen vaststellen dat wij ook de juiste personen vast hebben zitten. De slachtoffers, dat zijn twee broers van 32 en 34 jaar oud en beide afkomstig uit Nijmegen. Nou, we hebben gisteren nog de hele dag forensisch onderzoek gehad op de plaats delict, daar waar het allemaal zich heeft afgespeeld. Na het forensisch onderzoek, als alle sporen zijn vastgelegd, dan vindt er ook nog een tactische bezoeking en een tactisch onderzoek plaats op de plaats delict. En als dat allemaal is afgerond, dan halen we daar de boel weg en dan wordt het café weer vrijgegeven. Het kan maar zo zijn dat dat vandaag al het geval is, maar daar wil ik nog even niet mijn vingers aan branden. Dus daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen.